Eifel. We zijn in de 7e minuut, eerste hoekschop. Zeer zwaar, zwaar veld. Petermans. En voor het eerst een keeper in actie werkelijk. En dat is Sven de Koning. 20 minuten ver. Een razend tempo dat geen van beide ploegen kan blijven volhouden. Opgelegd door Sint-Truiden, maar Antwerpen moet ik zeggen, volgt volledig. Het is Constantijn, dat betekent dat we na 20 minuten aan de vierde overtreding toe zijn. Twee Truinse en twee Antwerpse, indirecte vrije trap nu. Wilmots klaar. Als het niet naar Koenen gaat, nee, het is Wilmots. Knal! En een prachtige save van Wim de Koning. Severijns. Ja, gaat rap. Zijn eerste solo. En bijna een own goal. Van Juma. Van Rooy voorlopig enkel te zien bij hoekschoppen en vrije trappen. Maar het was dan bijna goed voor een doelpunt. De Dij nog van Velkeneers. Van Rooy. Sint-Truiden raakt even moeilijk weg. Knap schot van Van der Linde. Even knappe save van Roland Velkeneers. Spektakelmatch alweer hier. De 12e man nog altijd even sterk. De andere helft ook. Nog altijd voetbal tegen meer dan 100 per uur. Balletje rustig stoppen. Vergeet het maar. Kingambo, de lieveling. Petermans. Kingambo. Als die aan de bal is, dan veert iedereen, voor zover dat nog kan, recht. Ja, Antwerpen is niet gekomen om zich in te graven. Niemand had dat ook verwacht van de Kessler-brigade. Zoveel stoekschop. Smits. Oelala! Nog net de vingertoppen van Roland Velkeneers. Lovie. Leenhoff, die gaat toch snel. Dribbel nog. Dan Velkeneers in de weg. En Sint-Truiden komt goed weg deze laatste 5 minuten. Sleuren. Djuba. Geen buitenspel. Ola met de voet. Een missertje van de Koning. Maar Alain Petermans verrast. Sleurs. Jacob. Kingambo. Wilmots. Kingambo. Oh, binnengekopt. Julians. Derde minuut, tweede helft. Maar het gedonder verstomt. Voor buitenspel. En Constantijn moeten we niet te dikwijls raken. Dat is niet al te beste stof. Dus doelpunt van Ilians afgekeurd. Kijk nog even. U ziet meer dan wij. Jacob. Leenhoff, even ruimte. Sleurs komt er naartoe. Nog altijd Leenhoff. Voorzet. Die bijna een uitstekend doelschop werd. Nog de vuist van Velkeneers. 8 minuten in de tweede helft. Een opmerkelijke wissel. Severijns wordt eruit gehaald en Van Reet die wordt erin gebracht. Van der Linde. Leenhoff zeer snel de kans. En het verdiende Antwerpse doelpunt. 20 minuten ver. Leenhoff in de spits gekomen voor Severijns. Er was nog maar één ploeg in het veld. En dat was die van Antwerp. Alles kwam terug en bleef terugkomen. En dan Van der Linde. Oordeelkundig in de ruimte voor Leenhoff.
Die hield dan het oogje koel. Dribbel. Velkeneers voorbij. En 0-1. Koenen. Ze winnen nog wel, maar kunnen ze? Koopmans. Kijk maar eens hoe dat gaat. Van der Linden alleen weg. En nummer 2. Een formidabel Antwerp alweer. Sint-Truijen is er gewoon niet meer tegen opgewassen, ondanks alle goede wil. Maar te veel brandstof verbruikt tijdens de eerste helft. En nu doet Antwerp zowat wat het wil. Het is niet overdreven. Na 27 minuten 0-2. Even daar een dekkingsfoutje bij de Truijenaars. Van der Linden. Een opwippertje. En juist naast de paal 0-2. We zijn een half uur ver in een zeldzaam verschijnsel. Men hoort de bezoekende aanhang meer dan de Truijense. Oh, bijna 3-0. 12 tegen 2, de hoekschopverhouding. Het zegt voldoende, dacht ik. Van der Linden. En bijna 0-3, alweer een kans. 10 minuten nog en een mogelijkheid om de koning te bedreigen. Daar is Wilmot. En de koning op de goede plaats. Petermans met anderhalve minuut te spelen. Schoofs. En via Milmot ging die bal dan nog naast de doel. Wij gaan nog even terug naar Staille. Rick de Sadeleer staat daar met een van de uitblinkers van Antwerp, Frans van Rooyen. Frans van Rooyen, met die vlotte zege van vandaag hebben jullie een belangrijke stap gezet naar een eerste ronde zonder nederlaag. Had je het niet moeilijker verwacht? Ja, ik ben het niet direct eens met een vlotte winst. Maar het is een 2-0, dus het is een goede overwinning. Ja, de eerste helft was er een naar Engels model, zal ik zeggen, tegen 100 per uur. Hè? Ja, het is een zeer zwaar veld, heel oneffen veld. Dus er wordt veel met lange ballen gewerkt. Ja. De tweede helft is feitelijk de helft van Antwerp geweest. Zonder grote moeilijkheden defensief, dacht ik. Het is bijna altijd in de tweede helft dat jullie het verschil maken. Ja, ik denk dat we in ieder geval conditioneel heel erg goed staan. En we maken duidelijk afspraak om proberen op de helft van de tegenstander te blijven voetballen. In de tweede helft is het zeer zeker goed gelukt. Er zijn ze er eigenlijk niet meer af kunnen komen. Ja. En dan moeten er doelpunten vallen, hoe dan ook. Wat dacht je van de sfeer hierop staan? Ja, dit is wat ik tot nu toe mooi meegemaakt heb, is in verreweg het mooiste. Dus, dat zou iedere week moeten zijn zo. Ja. Het feit dat jullie niet verloren hebben tot nog toe, is dat een bijkomende stressfactor of is dat iets wat motivering opjut? Ja, het kan allebei zijn, maar ik denk, wij houden onszelf er niet zo mee bezig. Het is natuurlijk de pers en de mensen eromheen die duidelijk benadrukken van Antwerp ongeslagen. Maar wij blijven gewoon van week tot week leven. En de eerstkomende wedstrijd blijft de moeilijkste iedere keer. Ja, nu moet er toch stilaan, dacht ik, toch wat titelambities groeien. 4 punten op Mechelen, 6 op Anderlecht. Ja, kijk, je bent in feite nog niet op de helft van de competitie. Dus ik denk dat je het beste vanuit kunt blijven gaan, wat we in het begin gezegd hebben, bij de eerste 7-18 te komen.